zijn vandaag op de CT-hal op de Hogeschool Utrecht en we zijn bij de destillatiekolom. De destillatiekolom zorgt ervoor dat een mengsel op basis van kookpunt gescheiden wordt. Dus een hoger kookpunt blijft in het mengsel en een lager kookpunt kookt eerder en gaat dus omhoog. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld kleur- of smaakstoffen die je dan kan scheiden in de destillatiekolom. Je leert dus hoe een mengsel gescheiden wordt op basis van kookpunt. Dat je dus twee verschillende stoffen aan het eind hebt, terwijl je aan het begin een mengsel hebt. Op de middelbare school is het veel kleiner. Dan heb je een heel klein destillatiekolommetje. En hier is het veel groter volume dat je kan meten eigenlijk en onderzoeken. Groter volume is meer scheiding. En dat gebeurt als je een grotere destillatiekolom hebt en niet als je een hele kleine hebt.